nog hier. Verticale liplijntjes. Zo. Ja. Wat ja, is het? Wat een woord, hè? Wat een woord, ja. Nou, de verticale liplijntjes is het politiek correcte voor de rokerslijntjes. Of de barcode wordt het ook wel eens genoemd. Barcode. Maar dat, ja, weet je, ik heb maar gekozen voor deze hele keurige benaming. Ja. En mensen die er last van hebben, wat kunnen die doen? Ja, nou, het is echt wel iets waar mensen heel veel mee komen. Je kan daar... mijn eerste voorkeur is om dat altijd met een filler te behandelen. Ja? Maar je moet er wel een beetje mee oppassen, want als je dan weer te veel doet, dan wordt weer dit allemaal wat te dik. Ja. Belotero is hetgene wat ik meestal adviseer, of Profilio. Ja. Daarna kan je het met de plexer behandelen. Ik vind het echt een uitstekende manier om met de plexer daarin in te zetten. En er zitten weer voor- en nadelen aan beide behandelingen. Ja, moet je kijken weer per persoon. Precies. Ja. En ja goed, in sommige gevallen, maar dat doe ik eigenlijk niet zo veel meer, dat zou je het ook nog met botox kunnen behandelen. Maar ik vind dat echt wel voor de echte hardcore patiënten die het echt weg willen hebben. Want er is gewoon een kans dus dat je die mond anders gaat bewegen. En dat je ook, dat wordt gezegd, van dat is geen complicatie, maar... dat is toch vervelend als er gebeurt. Als mensen gewoon opeens gewoon niet meer kunnen praten. Dus. En het gaat echt over die lijntjes die hierboven zitten. Precies, ja. Oké, en wat kunnen mensen verwachten die de behandeling ondergaan? Nou, sowieso met een filler is dat duidelijk verminderd is. Met plexer kan het soms gewoon helemaal weg zijn. Maar dan heb je wel meerdere behandelingen soms nodig om dat te doen. En de herstelperiode is soms ook wel lang. Langer. Ja. En hoe lang blijft het resultaat? Ja, afhankelijk van het middel is het ongeveer een jaar tot 2 tot 3 jaar. Want het verouderingsproces gaat gewoon natuurlijk gewoon door. Door, uiteraard. Jammer dat je die nog niet kan stopzetten. Precies. Goed, zal ik hem samenvatten? Zeker, absoluut. Okay. Als je last hebt van liplijntjes, dan kan je in eerste instantie een filler weer gebruiken. Maar wat misschien een nog beter alternatief is, begreep ik uit het verhaal van Rogier, is een plexer. Behandeling. Alleen dan kan het zijn dat je iets vaker, iets meer behandelingen nodig hebt. En vroeger werd ook botox gebruikt. Dat gebruiken ze nu niet meer zo vaak, maar echt voor de diehard, hardcore mensen die echt alle lijntjes weg willen, is botox ook nog een optie. Precies. Ja. Klopt, hè? Ja. Oké. Okay.